In de vorige Stumble Guys video had ik echt een lijpe aanbieding gekocht. Ja, voor 25 euro had ik een 8 keer zo voordelige aanbieding gekocht. Dus eigenlijk was dat 200 euro aan rewards. Ja, ondertussen is die er niet meer. Die heb ik al gekregen. Maar daardoor heb ik nog meer dan 3000 Stumble tokens over. Dat is echt abnormaal veel. Normaal gesproken ben je daar, nou ja, 150 niet. Maar in ieder geval 120 euro voor kwijt ongeveer. Dat is echt bizar wat een aantal tokens. En vandaag gaan we die allemaal opmaken. Ik ga mij 3000 Stumble Guys tokens opmaken. Het zijn er echt belachelijk veel. En we gaan kijken of we een tweede speciale skin kunnen krijgen in Stumble Guys. Ik heb er nu eentje vrijgespeeld. Dat is hier deze die jullie hier zien. Maar je hebt er nog meer. En ik ga kijken of ik mijn favoriete kan krijgen. Namelijk hier deze draak. Dat zou heel erg vet zijn als we die kunnen krijgen. Je hebt er nog twee andere. Deze ninja zou ook vet zijn. Ik weet niet. Die glimt gewoon helemaal. Het ziet er ook heel bruut uit. Dus hopelijk kunnen we eentje vrijspelen. En dan vervolgens met diegene meteen een win halen. Maar daar gaan we deze video achter komen. Maar als jullie er zin in hebben, doe dan duimpje omhoog. 1000 of 2000 likes zou allemaal nice zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En check natuurlijk Bouws uit mijn kleding op bouws.nl. Maar laten we nu maar gewoon lekker gaan beginnen. Ik ga gewoon meteen 10 openen. En de kans is trouwens 1% dat je een speciale skin krijgt. En we kunnen bijna 100 keer een skin krijgen. Dus het zou goed kunnen dat we gewoon nog een special skin kunnen gaan krijgen. Maar die kans is, ja, het is niet mega groot. Maar de kans is wel aanwezig. Ja, de kans is 1% per spin. Maar aangezien we heel vaak gaan spinnen, is de kans net wat meer aanwezig. Ik hoop echt dat het gaat gebeuren. We beginnen nu wel met de legendarische. Maar die had ik al, dus dan is het een dubbele. Dan krijgen we daar wel Stumble Tokens voor terug. En het zou trouwens wat zijn als ik nu een special skin krijg die ik al heb. Want dan krijg ik daarvoor Stumble Tokens voor terug. Ja, dat zou echt heel erg balen zijn. Ja, dat hoop ik echt niet. Maar ja, daar gaan we natuurlijk achter komen in deze video. We krijgen een prinses, maar die had ik al. Dus dan krijgen we weer Stumble Tokens ervoor terug. En als ik al die Stumble Tokens trouwens terugkrijg de hele tijd, dan krijgen we aan het eind juist veel meer. En dan uiteindelijk kan ik misschien wel 100 keer aan het rad draaien. Waardoor de kans wel veel groter is dat we dan nog een tweede special skin gaan krijgen. Dat is wel lijp hoor, als we er twee hebben op mijn account. Hier had je trouwens twee keer dezelfde king achter elkaar. Maar come on! Special skin! Special skin! We hebben hier wel een lijpe legendarische. Ja, die is wel echt heel bruut. Dat is wel de vetste legendarische eigenlijk die er is. Voor mij persoonlijk. Kunnen we zo meteen eventjes naar kijken. Maar dit zijn alle skins die ik heb gekregen. Ik heb er 5 nieuwe. 2 legendarische. Ja, die ene had ik al als een duplicate. Maar wel echt een hele vette legendarische erbij. Die ik nog niet had. Die kunnen we eventjes gaan kijken. Hier deze. En dit is, vind ik persoonlijk, wel de vetste legendarische skin die ertussen zit. Het is gewoon wat anders. Kijk, dit zijn allemaal poppetjes. En die astronaut ziet er trouwens ook vet uit. Maar dit is echt een soort van alien in een soort een goblin of zo. Die een soort van robot bestuurt. Dat is wel echt heel erg bruut. Wat mij betreft de vetste legendarische skin. Ook als je naar deze skins kijkt, vind ik dit wel de vetste. En ik heb bijna alle epische legendarische skins al. Dat is wel ernstig. Maar we gaan door, want we kunnen nog veel meer gaan kopen. En dat gaan we dan zeer zeker weten doen. Ik ga trouwens eventjes noteren. We hebben nu, na deze keer, hebben we al 20 keer aan het rad gedraaid. Dus nu, met deze, en als deze voorbij zijn 20 keer, dan ben ik benieuwd of we de 100 keer gaan halen. Omdat we heel veel dubbelen krijgen, krijgen we dus de hele tijd de Stumble Tokens terug. Dus misschien dat de 100 wel gaat lukken. Zou echt heel lijp zijn als dat gaat gebeuren. Ik weet het niet zeker, maar dat gaan we zien. Maar ik laat lekker de hoogtepunten zien, want dit wordt denk ik qua opname wel een redelijk lange video, om eerlijk te zijn. Nou, dit was niet echt een goede ronde. We hebben 10 skins gekregen, waarvan 9 ik al had. Dus dan krijgen we de hele tijd Stumble Tokens ervoor terug. Dat is wel echt heel ernstig. Nou, we gaan er weer 10 openen. Dan noteer ik dat even. Dan zitten we nu op de 30 zometeen. Boy, yo. We hebben gewoon weer dezelfde legendarische. Wel de hele vette. Maar ja, ik heb niks aan dezelfde. Ik wil nieuwe skins krijgen. Deze had ik volgens mij nog niet. Nee, Maximus. Ja, dat is wel tof. Dan hebben we in ieder geval weer 1 nieuwe skin van de 10 skins die ik nu ga krijgen. Dus dat is mooi. Deze had ik al wel. Nou, dit is volgens mij de laatste van deze ronde. We krijgen helaas geen legendarische. We krijgen nog een prinses. Ik heb 2 nieuwe. Ja, we hebben 2 van de 10 hebben nieuw. Maar we krijgen zoveel dubbelen. Ja, het moet haast wel zo zijn dat we nu 100 keer kunnen draaien. Dit wordt 40 keer in totaal. Dit is echt niet normaal wat een aantallen. Het kan niet zo zijn dat we geen speciale skin krijgen zo meteen. Dat kan gewoon niet. Als je 100 keer spint en de kans is 1%, dan is de kans
kans eigenlijk 100% dat je eentje krijgt. Want ja, in verhouding moet je dan eigenlijk gegarandeerd een special skin krijgen als je 100 keer zo'n spin draait. Dus ik ben zo benieuwd of het dan ook gaat gebeuren. Maar tot nu toe nog niet echt. We zijn er ook nog niet eens in de buurt bij gekomen. Tot nu toe draait hij er echt hard aan voorbij. Het is niet dat het eentje scheelt of zo. Dit is gewoon totaal niet. Nu weer, we krijgen nu een koning, maar die had ik al. Dus de kans is best wel aanwezig dat we het zo meteen gewoon 10 dubbele skins gaan krijgen. Tot nu toe heb ik wel mazzel gehad dat ik de hele tijd 1 nieuwe had. Maar tot nu toe heb ik volgens mij alleen maar dubbele gekregen in deze ronde. Ja, we hebben inderdaad 10 dubbele gekregen. Alleen maar dubbele. Dat schiet ook echt voor geen meter op deze manier. Oké, we gaan er weer 10 openen. Dan noteer ik het even. Dan zitten we nu op de 50 spins al. 50 keer. Oh, we zaten nu trouwens wel vlakbij zo'n speciale skin. Maar het wil nog niet echt lukken. Is dit wel een nieuwe? Nee, dit is ook geen nieuwe. Dit is ook een dubbele. Ja, ik weet niet precies welke ik nog moet krijgen. Dat is ook een klein nadeeltje. Weer geen legendarische, maar deze had ik ook al. Ja. Volgens mij heb ik bijna alle speciale en legendarische skins al. Misschien deze nog niet. Yay, we hebben er eindelijk weer een keertje een nieuwe. Dat is mooi. Maar ik wil een speciale skin. Geen epische, geen legendarische. Dat is ja leuk, maar het gaat mij echt om die speciale skins. En we gaan er nu weer omheen voorbij. Maar die heb ik dus al. Die samurai, die heb ik dus al. Dus als ik een speciale skin krijg, dan wil ik een andere hebben. Ja, want anders krijg ik eentje die ik al heb. En daar heb ik niet zoveel aan. Nou, toch hebben we 2 nieuwe skins gekregen in totaal. 2 legendarische, dus dat is wel nice. Dus 8 dubbele in totaal. Ja, we hebben dus nu 50 keer al gespint. Maar we gaan eens kijken naar de skins. Legendarische skins. Dit zijn alle legendarische skins. Oh nee. Nee, ik had nieuwe skins. Oh, dit zijn de legendarische skins die ik nog moet krijgen. Dat zijn er in totaal nog 8. En qua epische skins heb ik al deze skins al. Ik moet nog maar 4 epische skins krijgen. Dan heb ik ze allemaal. Dat is bizar. Dus ik kan alle epische skins krijgen. Legendarische acht ik de kans klein. Maar zou eventueel ook kunnen. Want we kunnen nog zoveel gaan spinnen. Maar episch zou sowieso wel moeten kunnen. Nou, dit wordt spin tussen de nummer 50 en 60. Dus zometeen als deze 10 voorbij zijn, hebben we 60 keer aan het rad gedraaid. Dat is echt bizar veel. Ja, de 100 gaan we echt wel halen. Maar ik ben benieuwd of we nu deze ronde nog een nieuwe gaan krijgen. Ik weet niet of die eerst nieuw was. Had ik niet goed opgelet. Maar de kans is klein. Oh, wat een bijna special. Eindelijk een keer in de buurt van een special. Dat zijn we tot nu toe nog niet geweest. Maar deze zat er echt bijna. Maar ja, je hebt niks aan bijna. Want dat is nog steeds niets. Nee. Oké, we hebben nu in totaal 9 dubbele gekregen. 1 nieuwe epische. Dus dat betekent dat we nu nog 3 nieuwe epische moeten krijgen. We gaan er weer 10 openen. Dan zitten we nu op de 70 spins. Die 100 gaan we echt wel halen. Dan moet het dan wel zijn dat we een speciale skin gaan krijgen. Ik heb nu al zo vaak gespint. Dat kan toch niet anders. Kom op, geef deze jongen even een speciale skin. Goh man, hoe vaak moet ik aan het rad draaien om dit voor elkaar te weten te krijgen? Trouwens, alle epische skins zou me ook wel vet lijken als dat voor elkaar. Als me dat gaat lukken. Ik kom helemaal niet goed uit mijn woorden. Maar ja, dan moeten we natuurlijk wel nieuwe epische skins ook krijgen. Want die legendarische, dat gaat niet lukken. Daarvoor hebben we echt te veel massa nodig. Deze had ik nog niet. Oh nee, die had ik volgens mij net nieuw. We moeten die volgens mij nog in het zwart krijgen. Je hebt sommige skins ook meerdere keren. Oh, daar hadden we weer bijna speciale. Maar die had ik trouwens al. Maar je hebt skins in verschillende kleuren. Maar ze zien er eigenlijk hetzelfde uit. Dus daar moet je eigenlijk ook rekening mee houden. Volgens mij heb ik deze nu 2 keer gekregen in deze ronde. Ja, daar heb ik niks aan. Ja, let's go. Eindelijk, we hebben een speciale skin. Oh, heel erg nice. Dat betekent dat we nu dus een speciale skin erbij hebben gekregen. Om eerlijk te zijn, niet de allervetste. Ik vind die draak het allervetste eigenlijk. Maar we hebben nu een nieuwe speciale skin erbij. Lekker hoor. En we hebben nog gewoon 1500 van die punten over. Dus dat is wel echt bizar. Maar dat betekent dat we nu 2 speciale skins hebben. Oh, dat is wel echt heel erg bruut. Dan gaan we zo meteen sowieso even een potje hiermee doen. Maar ik ga gewoon lekker doorspinnen. Kijken of ik er nog eentje kan krijgen. Dan zitten we nu al op de 80 spins. Maar omdat ik de hele tijd weer stummeltokens terugkrijg, mag ik zo vaak spinnen. Dat slaat helemaal nergens op. Maar in ieder geval mooi dat we speciale skins hebben. Dus deze video is in dat opzicht alweer een beetje geslaagd. Ja, dat is zeker. Dus daar ben ik erg blij om. Weer 10 erbij. Weer alle 10 dubbel. Ja, dus we hebben weer heel veel teruggekregen. Nou, dan gaan we er weer 10 openen. Dan zitten we nu op de 90. Ja, de 100 keer spinnen gaan we halen. De 100 keer gaat lukken. Maar ik laat u echt alleen zien als we special krijgen. Of even aan het eind gewoon de 10 die we hebben gekregen. Dus al die spins die laat ik niet zien. Oh, die legendarische, die was trouwens ook wel bruut geweest. Maar ja, helaas hebben we die niet gekregen.
We hebben een nieuwe poolbeer. Je legendarische. Dat is hartstikke mooi. Maar we gaan er nog 10 openen. Dan zitten we nu officieel op de 100. Ja. Maar joh, we hebben gewoon 4 nieuwe skins in deze ronde. We hebben 3 epische en een legendarische. Maar dat betekent, als het goed is, dat we nu alle epische skins hebben. Ja, we hebben alle nieuwe epische skins. To be unlocked staat niks meer. We hebben alle epische skins ondertussen. Qua legendarische moet ik er ondertussen nog 6. En 2 van die speciale dus. Ik heb zoveel skins. Het slaat helemaal nergens op. Maar ja, dat krijg je als je veel te veel geld uitgeeft aan zo'n spel als dit. Het slaat helemaal nergens op dat ik zoveel geld had uitgeven. Maar dit wordt spin nummer 110 alweer. We gaan richting 110. Echt te bizar. Ik hoop echt dat we nog een speciale kunnen krijgen. Nou, 10 dubbelen gekregen, wel 2 legendarische, dus krijgen we extra weer terug. We hebben nog steeds 695 gewonnen. We hebben nu 120 keer aan het rad lopen spinnen. Natuurlijk gaat hij wel automatisch, dus ik hoef het niet elke keer zelf te doen. Maar het is zo belachelijk veel. Echt bizar. Ja, 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 let's go! We hebben nog een speciale gekregen, no way! We hebben 2 speciale skins. Oh, dit is wel echt heel erg lijp. We hebben die blauwe ninja hebben we ook gekregen. En die vind ik persoonlijk nog wel vetter dan deze. Want als je hier namelijk gaat kijken naar die skin, hier, deze glimt helemaal. Die geeft helemaal licht of zo. En dat heeft deze veel minder. En dan hebben we deze dag. Ik heb er gewoon 3. Ik hoef er nog maar 1 te krijgen. En dat is eigenlijk wel de vetste. Ik vind dit eigenlijk gewoon de vetste om te krijgen. Maar die heb ik nog niet. Maar ik heb er gewoon 3 van de 4 heb ik er al. Oh joh, maar we kunnen misschien de laatste ook nog krijgen. Want ik mag nog een aantal keer aan het rad draaien. Oh, dit is echt heel erg lijp. We moeten wel gigantisch veel geluk hebben. Willen we die laatste nu ook nog krijgen. Maar het is al lijp veel geluk dat we er 2 hebben gekregen. Oh, als we nu niet zo meteen een potje winnen met deze skin, dan weet ik het ook niet meer. Maar eerst even kijken of we misschien de laatste ook nog erbij kunnen krijgen. Nou, nu niet. Alleen maar dubbele gekregen. Hoeveel hebben we nu nog over? Oh, we kunnen nu niet meer 10 openen. Oké, nu begint het op te raken. Dus we zitten nu op de 138, niet 300. Oh, we hadden net trouwens bijna die draak gekregen. Dat was wel lijp geweest. Ik wil hem nog zo graag krijgen. Oh, net voorbij. Ik ben trouwens ook heel benieuwd wat je krijgt als je een dubbele speciale krijgt. Want dan krijg je misschien ook weer, zeg maar, van die stumble tokens terug. Maar ik ben benieuwd hoeveel je dan terugkrijgt. Want daar ben ik wel echt, ja, ik heb geen idee. Maar dat zou ook wel lijp zijn, hoor. Als we een dubbele terugkrijgen qua special. Nou, we hebben dus nu alleen maar weer dubbele gekregen. We hebben nu weer 150 punten. Dus we kunnen er nu weer 4 keer aan spinnen. Dus dan zitten we op de 142 qua spins. Dat is echt lijp. En waarschijnlijk kunnen we zo meteen nog een paar keer spinnen. Omdat we nu weer dubbele krijgen. En, oh, weer net geen speciale. Dat is jammer. Hij gaat de hele tijd net aan voorbij. Nog de laatste speciale. Nee, dat is die niet. Ik moet dan wel de draak krijgen. De draak wil ik krijgen als speciale. Ik zei het nog eigenlijk in de vorige video ook. De mooiste vind ik de draak. En wie krijg ik als allerlaatste? De draak. Dus dat is wel echt stom. We kunnen nu nog 2 keer spinnen. Dan is het helemaal op. Dus nog 2 spins erbij. Dan zitten we op de 144 spins. We hebben 144 keer aan dit rad lopen te draaien. Ziek. Oké, maar de allerlaatste spin. Gaat het nog gebeuren? Nee, het gebeurt niet. Oké, nou, dan hebben we nu weer wat teruggekregen. Dan zitten we nu alweer op de 30. Hè. Dat slaat nergens op. We krijgen de hele tijd weer terug. Waardoor je oneindig lang door kan spinnen bijna. Maar ik ga even met deze blauwe ninja skin een potje spelen. En eens kijken of we kunnen winnen. Want dit is wel echt een lijpe skin. En dan moet het nu haast wel zo zijn dat we kunnen winnen. Oké, daar gaan we. Mijn nieuwe skin. Dan moet ik eventjes mijn skills laten zien. Oh, dan moet hij wel gaan staan. Oh, dit is shit. Als je hier meteen achterloopt. Oh, dit gaat nog niet heel goed. Nee, dit gaat nog niet heel goed. Als we in ieder geval maar hier voorbij zijn. Ja, dat is een hele irritante. Oké, ik maak het nu gelukkig redelijk goed. Soms heb je in het begin, dan kan je helemaal vast komen te zitten. Dat is zo irritant. Maar we zijn er nu voorbij. Dus nu maakt het niet meer zoveel uit. Hier even langs. Ja, en dan hier even uitkijken, maar dit gaat ook goed. Dan gaan we als een raket met mijn nieuwe speciale skin. Waar ik veel te veel geld aan heb uitgegeven. Oh, kom even. Ja, hij moet hier even naar beneden. Oh, hij gaat nu helemaal schuin de andere kant op. Weet je wat? Ik ga eventjes die kant op. Ja, ik wil hier eventjes heen. Dus dan kunnen we hier even langs. Want als ik via die andere kant zou blijven, dan zou het veel te lang duren voordat ik een keertje hierop kan staan. Dus dan kan je beter eventjes veranderen. Ik blijf hier staan, want ik denk dat hij zo meteen die kant omhoog gaat. Ah, ik weet niet. Oké, nu. Kunnen we hier. Ja, top. Hey. Top, oké, dat is mooi. Tot nu toe gaat het prima met de nieuwe skin. Eens kijken of we de volgende ronde ook door kunnen komen.
Ah, dit is dan wel balen. Kijk, ja, dan is het hartstikke mooi dat ik zo'n legendarische skin heb gekocht. En dan wil ik natuurlijk winnen. Maar dan moeten we voetballen. En dan is het ook gewoon een beetje mazzel hebben wat voor team je hebt. Maar we staan nu al 2-0 voor. Dan hebben we nu mazzel. Dus dat is mooi. Even die bal naar voren. We staan trouwens alweer 2-1. Oké, die gaat er denk ik wel in. Ja, en als we gewoon even snel deze ballen erin schieten, dan komt het wel goed. Oh, die gaat erin. Ja, top. Dus dan komt er hier nu een bal. Je moet hem die kant op schieten, jongen. Die kant. En kaboom. Ja, die gaat bijna op goal. We staan 4-1 voor. Oké, ik denk dat dit wel goed gaat komen. Dan laat ik even de laatste halve minuut weer zien. Want ik denk dat dit wel goed gaat komen. En dat we hier niet meer gaan verliezen. Nou, het staat momenteel 9-1. Ik denk dat ik nog nooit zo dik heb gewonnen hier zo. We gaan 10 maken. Ja hoor. Oké, volgens mij hadden we het ook een paar opgegeven bij onze tegenstanders. Maar prima. Dat betekent dat we in de finale staan. Dan moeten we nu even de finale gaan winnen. Met mijn nieuwe special skin. Dat zou even baas zijn als dat gaat lukken. Ik ga mijn uiterste best doen. Strijden tot de max. En dan moeten we trouwens ook wel even een leuke finale hebben. Oh, nou, ik ben hier niet heel tevreden mee. Maar dat maakt niet uit. We moeten het alsnog gaan doen natuurlijk. Eens kijken wat er terecht van gaat komen. En of we dit kunnen winnen. Wat ik vaak doe is gewoon in het midden blijven staan. En dan kijken waar de bommen komen. En als er een bom komt, nou, zorg dat je uit de buurt bent. Kijk niet wat hun doen. Nee. Oh, daarin bleven ze nog net leven. Dat was echt stom. Ja, je moet voor die bommen sowieso weggaan. Kijk, hier even opzij. En ja, dit gaat prima. Maar soms kan je er ook niks aan doen hoor. Als er echt een bom toevallig in één keer op je komt. Maar meestal kan je er wel wat aan doen. Maar tot nu toe gaat het prima. We zitten er nog in. En gaat daar nu iemand af? Nee, die heeft echt mazzel, jongen. Ja, hij heeft echt mazzel. Maar langzamerhand wordt de map wel steeds kleiner. Hier is hij nog wel redelijk groot. Ik moet hier even weg voor die bom. Ja. En hier, oh, daar komt nog een bom. Daar moet ik ook voor weg. En, oh, ja, die gaat af. Geen idee wat die deed. Maar tot nu toe gaat het wel prima. We leven nog steeds. Ik doe het prima. De anderen doen het ook goed. Dat is dan wel weer jammer. Maar ik hoop dat die zo meteen afgaan. En die bom daar. Oh, dit gaat prima. We zitten in de top 3. Ja, 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 ja. Er moeten nog 3 afgaan. En dan hebben we gewonnen. De map wordt wel steeds kleiner. Er komen steeds meer bommen bij. Maar dat is alleen maar mooi. Ja, want dat betekent dat mijn tegenstanders ook sneller af zullen gaan. Oh, die bommen die worden nu of komen nu wel heel dichtbij. Ik ga ook. Nee, 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 nee. Oké, dit is een beetje behalend. Ze zitten hier met z'n tweeën. En daar heb je ook nog een stuk. Ja, ik kan hier blijven. Of ik neem het risico om naar die andere kant te gaan. Ik weet niet zo goed. Hier heb je nog best veel. Ik blijf hier, want nu ben ik hier alleen. Dus dan hoop ik dat dit goed gaat komen hier. Zo, er is nog iemand afgegaan. Je hebt daar nog 2. Gaat dit lukken? Gaat dit lukken? Ik ben benieuwd. Ik sta hier echt alleen op dat eilandje. Ik moet echt nu mazzel hebben dat er geen bom komt. Oké, ik leef nog. En die bom die zit daar. Ga jij af? Jij moet eerder afgaan dan wat ik afga. Ik heb hier veel meer dan wat hij heeft trouwens. Dus als hij 1 keer een bom krijgt in de buurt, dan is hij de lul. Dan is hij de lul. En ga af. Er moet een bom bij hem komen. No, mijne wordt ook steeds kleiner. Hij zit daar. Oh, hij kan nog jumpen blijkbaar. Oh, yo. Oké, dat had ik niet verwacht. Voor mij is het nu echt gewoon hopen dat hij eraf springt. En hij springt eraf. We hebben gewonnen. Het eerste potje met mijn nieuwe speciale skin winnen we ook meteen. Dat is toch wel even heel erg baas. Lekker hoor. Mooi eind van deze video. Dan laat ik het er ook bij. Beter dan dit gaat hem niet worden waarschijnlijk. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En heb ik tot slot nog één ding te zeggen. Dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als jij nou onmeurig hebt genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij. En dan komt hier een video te staan. Die kan je checken. En ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!